Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik oftewel werd. En vandaag ga ik weer eens een video alleen maken. We hebben een tijdje echt gewoon de hele tijd video's samen zitten maken, ik en Rune. Maar ja, het is tijd voor eens een video alleen. Dit is een ding dat ik beter alleen doe. Want kijk, ik heb hier 18 stacks en 1 stone bricks. En 2,5 stacks ook logs. Dus ik ga mijn inventory helemaal hierin doen. Want ja, ik kan niet veel anders nodig hebben dan wat eten. Want ik ga bouwen. Ah ja, wacht. Misschien kan een pickaxe ook wel chill zijn. Voor wanneer ik dingen wil weghakken. Dus ja, ik ga de mijn een beetje te goed bouwen. Dus ik ga 1 stuk aan logs meenemen nu en 3 aan die dingen. En dan ga ik nu dit stuk hier helemaal mooi maken. Dus ik zie jullie als dit een beetje mooier is. Oké, ik heb net deze stukjes uit de muur weggehakken. Dus die ga ik nu helemaal opvullen. En ik ga deze video eens wat meer in de video doen, zeg maar. Want ik doe de laatste tijd altijd gewoon zo knippen, zo van... zeggen wat ik ga doen en dan knippen. Maar ik weet niet of dat jullie dat wel leuk vinden. Want ik neem dit op dit moment op 17 februari. Dus het kan goed zijn dat dit nog 2 maanden niet online komt, deze video. Want het is natuurlijk 2 keer per week. En nu, ik en Rune maken nu echt gewoon elke dag een video. Omdat het nu vakantie is. Dus nu hebben we tijd. En ja, ik kan dus jullie comments niet lezen op... of wat jullie leuk vinden en wat jullie minder leuk vinden om naar te kijken. Dus ik weet dat eigenlijk niet. Dus ja, moet ik een beetje van alles doen. Want anders, ja, ik weet niet als jullie comments hebben gezet. Als jullie gisteren, de dag voordat deze video online is gekomen, een reactie hebben gezet op de vorige video van... ja, ik wil graag dat je wat meer on-cam bouwt. Ja, het ding is, ik kan dat niet lezen, want het is nu... ja, een paar maanden voordat die video zelfs online komt. Dus ja, ik heb dit ook offline gedaan, maar dat heb ik denk ik al laten zien. Dus ik ga nu een beetje in deze richting werken. En ik wou jullie ook nog laten zien, want ik heb hier heb ik een tunnel gegraven. Hier. En dit gaat helemaal, het is een beetje donker, ik heb nu geen torches. Dat gaat helemaal naar de stronghold. Goeiedag, meneer. Oké, die laten we daar gewoon staan. Die gaat helemaal naar de stronghold. Dus waar dat we naar de end gaan. En ja, die gaat dus best ver. En, maar eigenlijk is het echt dichtbij voor een stronghold te zijn, zeg maar. Normaal is dat echt... honderden blokken weg. Dit is 100 blokken weg of zo. En ik heb er een directe tunnel naar gelegd. Zodat we gewoon... elke dag eens naar de end kunnen gaan als we willen. Dat is ook handig dat we dat nu al hebben gevonden. Zodat we later ja, heel snel in de end kunnen komen. Dat we ook geen van die dingen, van die ender eyes moeten gebruiken voor de ding te vinden. Die kunnen dan kapot gaan. Dan moeten we er weer nieuwe maken. En dus, ja, nu weten we van hoeveel ender eyes we nodig hebben. Want... kunnen zien hoeveel ogen er al insteken. En we weten dat er geen kapot gaan als we naar daar gaan. Want we weten al waar het is. Dus ja, dat is heel handig. Ik weet niet waarom ik deze hoekje eigenlijk uit hak. Want het is niet dat iemand dat kan zien. Maar ja. Deze man die werkt mij wel een klein beetje op mijn zenuwen. Maar ja... zo. Mensen zijn nu waarschijnlijk echt zo van, nee, we wouden gewoon off-cam bouwen. Maar ja, nog altijd, ik weet het niet. Ik weet nog altijd niet, ik ben nog altijd niet in de toekomst aan het kijken ofzo.
Ik wil het een beetje dezelfde stijl maken als de trap naar hier beneden. Dus deze trap. Dus ik wil ook van die stairs, maar dat ga ik voor later doen. En dan wil ik hier. Ga ik even het lampje uit. Wil ik logs. Zo. En dan die terugplaatsen. En voor de rest, ja, ik ga gewoon alleen aan de binnenkant logs doen. Ik heb wel geen schep meegenomen. Dat had misschien nog wel handig geweest. Ja, het enige is nu het plafond als ik dit af heb. Dat je dan nog gewoon kan zien. Maar daar komen dan nog, nog stairs op ook. Zodat je dat ook niet meer kan zien. Oh, iron. Je hebt nooit te veel iron, mensen. Ik heb nu ongeveer 20 diamonds nu. Ik heb ze nog maar voor één pickaxe gebruikt. Ruin is ze wel allemaal aan het uitgeven, maar ja. Je kan hem ook niet blamen, hè. Dus ja, ik heb nu 20 diamonds op dit moment. En ja, daarmee kan ik volle loadout maken, maar. Op dit moment is iron nog goed genoeg voor mij. Later ga ik sowieso overstappen op diamonds als ik daar genoeg van heb. Maar op dit moment ben ik uit stenen. Oké, ik had er duidelijk meer moeten meenemen. Maar op dit moment is gewoon iron nog goed. Dus ja, dan ga ik nog niet op diamond overstappen. Hè. Ik ga direct een beetje meer sticks meenemen. Dat ik direct ook. Dat trappen is zo lastig. Dat ik direct niet te snel weer terug moet komen. Van logs heb ik duidelijk nog genoeg, want ik heb er nog maar 4 gebruikt. Ah ja, eerst plaatsen. Zo. Ik denk dat ik als ik. Ik ga nu de andere trap doen aan de andere kant. En dan ga ik de Nether Room aankleden. Want die is nog een beetje kaal, zeg maar. Die ziet er niet heel goed uit. Oh, is dat? Oké, daar moet ik wel een klein beetje opvullen. Gewoon zodat er niks kan spawnen. Vul ik het direct helemaal op. Oké, hier heb ik het zeg maar opengelaten. Ik ga het gewoon open laten ook zo. Maar ik wil wel iets doen met hout. Misschien kan ik. Ja, ik ga dit hout maken. Zo. Zo. Ja, dat maakt niet uit. Zo. Ik heb nu, ja oké, twee torches kapot gemaakt. Zo en zo. En dan ga ik ook aan deze kant nog even gewoon puur deze en deze blokken zo doen. Voor de rest ga ik hier later nog op terugkomen. Ga ik nu deze muur verder doen. Oei, mijn pickaxe is ook al bijna kapot. Heb ik een tweede pickaxe meegenomen? Ik denk het niet, hè. Maar joh, die pickaxe gaan wel echt snel kapot hoor. Maar ik denk dat dat bij diamonds ook alweer trager is. Maar ja. Het is nu niet dat ik verdrink in de diamonds. Dus ga ik ook niet doen alsof ik verdrink in de diamonds, hè. Dat is niet hoe de wereld werkt, hè. Al ja, sommige mensen denken wel dat dat zo is. Maar ik niet. Ah, kak. Is weer durability van mijn pickaxe. Zo. Ah, kak. Zo. Oké, perfect uitkomen die muur. Oké, dat ziet er echt al vele malen beter uit. Oh, die man is aan het. Wat ga je doen, meneer? Even mee voor een pickaxe nemen. Ja, ga maar, meneer. Oké. ik ben tot een vrij. Ah ja, ik heb dit trouwens nog niet laten zien. Ik heb hier een klein bosje gemaakt.
Gewoon daarboven ook, voor het een beetje mooier aan te kleden. Moet je hier door het bosje voor bij Rune te komen. Ik heb bij Rune heb ik ook een paar boompjes omgehaakt en nieuwe gezet. Maar gewoon voor het een beetje makkelijker te maken voor erbij te komen. Maar dus het is een klein beetje anders. Maar Bert is helaas verdwenen. Ik weet niet of dat hij is gestorven of dat hij gewoon is gedespawned. Ik weet niet ja, of dat dat zelfs kan, dat hij zomaar ineens gedespawned. Maar hij is er dus niet meer. En het is wel een beetje pijnlijk. Want ik heb er vrij veel emeralds in gestoken voor te beginnen, voor hem level 5 te krijgen. En dan despawned hij gewoon. En dan verdwijnt hij alleszins. En het was natuurlijk ook gewoon Bert, onze eerste villager. Dus. En ik kwam een pickaxe halen. Ik heb die in deze chest gedaan. Zo, misschien maak ik best nog een pickaxe. 1, 2, 3. Dit is trouwens dus al mijn diamonds. 1, 2, zo. En dan maak ik nog één pickaxe. Die neem ik dan ook gewoon mee. Op dit moment ga ik wel nog gewoon deze gebruiken. Totdat die op is. En op dit moment, ik vind het design wel mooi van die logs en dan die bricks. En dan ook zo die cobblestone er nog in verwerkt. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik ga dit al... Oké, dat was mijn pickaxe. Dit ga ik al weghakken voor bricks. Zo. Hier kwam dan nog zo'n cobblestone stairs. Maar hier komen ook nog allemaal bricks. Zo. Zo, dan kunnen we aan de binnenkant beginnen. En daar moet ook nog wel hout in komen. Zo. En dan moet dit hier allemaal nog kapot. Oh, ik heb het niet kapot gemaakt. Zo. En dan moet ik hier ook weer een houten pilaar zetten. Zo, voor de rest. Ah ja, wacht, dan zal ik die torch ook even terugplaatsen. Die stond daar, denk ik. Dan moet ik die allemaal nog plaatsen. Zo. Zo. Oké, dit ziet er wel echt al veel beter uit. Dan ga ik dat hier ook doen. Ah ja, wacht, ik moet hier ook nog... Dan ga ik eerst ga ik dit hier uithakken. En steentjes inzetten. Zo. Het is wel echt gewoon... Ja, je kunt niet zoveel zeggen bij gewoon minen. Dus ik vind het veel makkelijker om gewoon mijn ding te doen. En gewoon te zeggen van... Jee, ik heb dit gedaan. Maar het kan zijn dat dat gewoon minder leuk is of zo. Dus ja, ik vind het makkelijker om gewoon te doen wat ik wil doen. En dan te laten zien. Maar ja, ik kan niet alles hebben ook, hè. Zo. Zo, oké, dat ziet er goed uit. Dan moet ik... Dit nog ook eventjes. Zo. Het kostte me trouwens echt gewoon een paar uur om al die stenen te verzamelen dat ik nu in de muur aan het zitten ben. Gewoon om dat te bakken en... Oké. Ik ga hier nog een houten pilaar zetten. Net zoals hier. De houten pilaren, daar komen gewoon altijd de torches op.
zo, zo en zo. Oké, dit ziet er goed uit. Ik ga ook ondertussen hieronder dat al weghalen. En dan ga ik dan ook gewoon van die stone bricks doen. Zo. Oh, ik wil niet mijn vlees plaatsen. Ik ben trouwens ook hier bezig, want ik dacht zo hier mijn beacon te zetten uiteindelijk. Oh, hallo meneer. Good trades. Maar het ding is, ik zit hier zeg maar heel ver onder de grond. Dus ik wil het, ik ben daar, zoals ik al kan zien, ook aan het graven. Ik wil dit helemaal van heel, naar helemaal boven doen. En dan wil ik helemaal boven mijn beacon zetten. En dan kan ik hier misschien een grote hal maken of zo, ik weet niet. Ik weet nog niet, dat komt allemaal later nog wel. Laten we dan aan deze kant beginnen. Ah nee, wacht, ik ga ook dit nog eventjes heel mooi van die bricks maken. Ik ga met 1 tekort komen, denk ik. Oh nee, 5. Dat kan ook. Oké, dan ga ik hier zo weer aan de slag. Zo, wacht, dit is zo, hè. Ja. Dan ga ik dit hier allemaal uit de muur slagen. Als Minecraft-personage moet je wel echt gewoon veel spieren hebben, hoor. Nee, je slaagt gewoon even gewoon volledige blokken in een paar seconden uit de muur. En in het begin slaagt je ook altijd met een hand een boom omver. Ook in seconden. In de plaats van uren. Zoals dat het echt zou duren. Maar ja. Minecraft is wel een hele realistische game, hoor. Zo. Oké. Ziet er niet heel slecht uit. Het is misschien wel een beetje basic. Ik kan misschien een beetje origineler maken. Oh godverdomme, ik schrik mijn ongeluk van hem. Ik kan het misschien een beetje, ja, minder basic maken, zeg maar. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het wel mooi. En het is en blijft survival, hè. In creative zou ik hier van alles aan toevoegen. Maar survival, dat is gewoon een beetje moeilijker, hè. Ik ben wel blij dat we een survival server zijn gestart. Want dat creative, ja, dat is leuk en al, hè, maar het is niet hut van hut. Het is ook niet moeilijk, dus je moet gewoon plaatsen. Op zich, op dit moment, is het wel echt heel mooi, hoor. Alleen die trappetjes moeten er nog in komen. Hier moet dan ook nog een houten dingetje komen. Zo. Zo. Oké. Als jullie trouwens dingen zien die zeg maar een beetje uit de toon vallen of die niet gelijk zijn aan de twee kanten, zeg dat dan gewoon, zodat ik dat ook weet. In de comments. Maar het probleem is, ja, ik zie het dan wel echt maanden later en dan is het misschien iets totaal anders, maar ja. Ja. Eventjes daar een paar blokken zetten, dat er geen spin kan spawnen. Zo. En dan de die terugzetten. Oh. Ah, ik zou beter gewoon het toortje gebruiken hiervoor. Dat gaat een beetje sneller. Zo. Voor de
Dus kan dat dan zo zijn? Oh, fucking gravel. Oké, Ruïne van den Bemt is nu online, dus die gaat mij zo meteen een party invite sturen. Dus ik ga het voor nu er hierbij laten. Ik ga zo meteen nog wel een beetje verder werken. Maar de video is nog niet klaar voor de mensen die al aan het wegklikken waren. Maar ik ga nu gewoon een andere video uploaden, even tussendoor. Allee, maken, niet uploaden. Dus tot het volgende stuk dat je ziet in deze video, dat opgenomen is na de volgende video die... Oké. Het is een beetje moeilijk om te verstaan, maar ja, tot dan.